Als je je in een kritieke situatie bevindt, zorg dan dat je je lifehacks kent. Hey, we hebben honger. Maak een vuur voor ons, alsjeblieft. Fijn, geef me wat toiletpapier. Neem een kartonnen koker uit de rol toiletpapier. Rol het wc-papier op tot een strakkere spiraal. En doe het in een leeg blikje. Giet wrijfalcohol over het papier. En steek het aan. Je draagbare kampvuur is klaar. Het is snel, lekker en gemakkelijk. En als je geen vuur meer nodig hebt, dek je de blikje gewoon af met een deksel en de vlammen doven. Hoe vaak hebben je ouders je niet verteld dat je voorzichtig moet zijn met messen? En nu moet je een tampon als verband dragen. Nee, nee, nee! Verwijder de buitenste wikkel van een tampon. Rol de tampon uit zodat hij één laag is. Haal het touwtje eruit en gebruik het als verband. 1, 2 en geen bloed meer. Oh nee, ik ga mijn afspraakje missen. Dit is een noodgeval. Mijn benen zijn zo harig. Tape zal de dag redden. Onmiddellijke ontharing is een serieuze zaak. Maar als het een noodgeval is, lukt het wel. De dingen warmen op. Bel 112. En vergeet niet een beschermend filter tegen de rook te maken. Doordrenk een handdoek met water. En adem er doorheen. Blijf alsjeblieft veilig. Kom op, pas alsjeblieft. Een beetje meer. Benen, kom erin. Ik zit vast. Hebbes, ik ben er om te helpen. Grijp en trek. Het werkte niet. Hier is ons laatste redmiddel. Dompel de spijkerbroek in water. Yes, het werkte. Ze knoopte. Victory! Ah, het is zo heet. Kan deze pollepel me helpen? Het metaal absorbeert snel de temperatuur en vermindert de pijn van het verbranden. Koffiezetapparaat. Jij verrader. Ik denk dat ik het zelf zal moeten doen. Ik wikkel koffiebonen in een servet. En plets ze met een deegroller. Ik ben nu in de brutale koffieman-modus. Ik hoef er alleen nog maar water bij te gieten. Ik heb het geweldig gedaan. Ah, er is een verwonding ontstaan.
Wat een wond. Het zal even duren voordat de ambulance komt. Dus we moeten eerst de hulp verlenen. Wat heb ik bij me? Pleisters, daar kan ik mee werken. Knip de vleugels van de compress af en verwijder de wikkel. Knip de kleverige laag eraf. Wikkel een verband om het compress. Knip het gaas aan twee kanten in en maak banden. Leg het verband op de wond. Het doet zelfs bijna geen pijn meer. En ik kan weer spelen. Ik luister altijd naar muziek, zelfs onder de douche. Om te voorkomen dat mijn telefoon doorweekt raakt, gebruik ik deze lifehack. Stop je telefoon in een rubberen handschoen. Bind het uiteinde dicht. Nu kan ik onder de douche alle nieuwste hits tegen horen brengen. Help! Help! Ik kan niet omgaan met deze enorme tas. Auw, de hand valt te snijden in mijn huid. Een ogenblikje, ik heb een speciale houder. Snij een deel van een piepschuime buis af. Maak een boogvormige snede. Steek de handvat in het piepschuim. Veel beter. Deze muggen zijn zo geobsedeerd om me. Maar ik heb zo'n jeuk als ze hallo komen zeggen. Laten we eens kijken wat we kunnen doen. Giet een theelepel zuiveringszout in water. Meng goed. Doe het mengsel op de beten. Ah, wat een opluchting. Is je bruisend water verdampt? Geen nood, gebruik daarvan gewoon mineraalwater. Giet mineraalwater in een leeg flesje van moleculair water. Het mineraalwater kan werken als make-up remover en als tonic voor je gezicht. Oh nee, mijn voeten worden helemaal zweterig in mijn lievelingsschoenen. Maar ik weet hoe ik dit proces kan stoppen. Plak een inlegkruisje op de binnenzool van een schoen. Nu zijn mijn voeten droog en behagelijk. Heerlijk. Hoe moet ik het omdraaien? Ik heb een tang nodig. Zet twee vorken rug aan rug tegen elkaar. En bind ze samen met een elastiekje. Verbonden, omgedraaid, gebakken, gegeten. Heerlijk leven is vrij gemakkelijk. Oh nee, ik ben al te laat. Maar hoe zit het met mijn haar? Ik kan gewoon droog shampoo gebruiken. Meng 3 eetlepels maïzena en cacaopoeder in een leeg bakje van lotion. Pas de hoeveelheid cacaopoeder aan op basis van je haarkleur. Voeg een paar druppels kaneelolie toe. Meng goed. Strooi het over je haar en pluis het met je vingers. Je haar is schoon en je bent klaar om te gaan.
Vond je onze lifehacks voor extreme situaties leuk? Laat ons in de comments weten welke hack jij zult gebruiken om je leven gemakkelijker te maken. En jullie, abonneer je op ons kanaal, like deze video en klik op de bel. Mis geen handige nieuwe lifehacks van Woehoe!